Marieke Keizer, we zijn hier op Rotterdam Centraal. Jij hangt hier in de hal. Ja, heb je zin in het WK roeien? Ja, enorm. Het is denk ik heel gaaf sowieso een WK. En het WK, ja, ik woon zelf ook in Rotterdam, dus dan het WK thuis. Dat is echt enorm leuk dat iedereen kan komen kijken. En een WK, daar train je eigenlijk heel het jaar voor. Dat is natuurlijk je hoogtepunt. En daar heb je er wel echt enorm veel zin in. Jij bent wereldkampioen bij de junioren. Ja, dit keer doe je mee bij de categorie onder 23. Wat verwacht je zelf van het WK roeien? Een prestatie. Ik denk wel dat het spannend wordt. Je weet nooit wie er komt. En dat is het onder 23 veld. Kan er opeens iemand bij komen die gewoon zijn allereerste wedstrijd vaart en enorm hard kan roeien. Maar ja, ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. En ik heb al een keertje geroken hoe het is om wereldkampioen te worden. Dus ik denk dat als je naar een wereldkampioenschap gaat, dat je natuurlijk altijd voor wereldkampioen worden gaat. En daar train ik een jaar voor. En of het gaat lukken, dat moeten we nog maar zien. Welke stappen heb je het afgelopen jaar gemaakt? Ik heb dus de switch gemaakt naar het seniorenveld. Normaal gesproken ben je junior, dan kan je nog net wat meer maken, omdat je bent nog junior, je bent nog jong. En nu moet ik net wat serieuzer. Daarbij is ook het gewichtscategorie erbij gekomen. Als junior zijnde ben je in open klasse. En bij het onder 23 start ik in de lichte categorie. Dus niemand is zwaarder dan 59 kilo. Twee uur van tevoren. En dat is iets om extra rekening mee te houden. En daar pas je schema's wat op aan. En dat is gewoon wel een extra trigger eigenlijk van je wedstrijd. En verder ben ik sterker geworden, groter geworden, volwassener. Dus zo gaat het een beetje vanzelf als het ware. Ja, het WK roeien wordt gehouden vlak na de Olympische Spelen. Heb je zelf ook gekeken? Ja, tuurlijk. Als roeier zijnde vind je het natuurlijk enorm mooi als andere roeiers het heel goed doen. En dan noem ik natuurlijk meteen Maaike Het, ook uit Rotterdam. Vind ik echt enorm gaaf. Ik heb zelf geprobeerd om ook naar Rio te gaan. En heel veel mensen vroegen aan mij van vind je het dan niet vervelend om te kijken? Maar dat is enorm knap wat zij daar hebben gedaan. En als ze het vorig jaar al hadden gedaan, dan had ik het zelf niet eens geprobeerd. Dus dat vind ik echt enorm gaaf, Maaike en Ilse. Ja. Het is gewoon mooi voor het roeien en dat kan je alleen maar als roeier zijnde enorm gaaf vinden. Wat betekenen zij voor jou, Maaike Het en Ilse Paulus? ik denk dat ze gewoon meiden zijn en ik heb ook een keertje met hen in Boston gestart. Dus ik zie ze gewoon als Maaike Het en Ilse Paulus, gewoon normaal, denk ik. Dus het zijn geen boegbeelden voor jou? Natuurlijk kijk je tegen alle Olympische kampioenen op, maar ieder heeft zijn eigen... Jawel, ze zijn wel super gaaf natuurlijk en hun prestatie is enorm knap. En daar heb ik enorm veel respect voor, maar verder probeer ik zelf heel erg mijn eigen weg natuurlijk te vinden in hoe ik dingen wil doen. En dus echt opkijken niet, maar enorm veel respect, dat wel. Ja, even over boegbeelden. Je hangt hier zelf groot in de hal. Wat doet dat met jou toch als 19-jarige? ik vind mezelf dus niet zo op mezelf lijken, omdat ik niet zoveel make-up draag. En wanneer loop je nou in een roeipakje door Rotterdam Centraal? Helemaal nooit. Dus wat dat betreft voel ik me niet echt bekeken of iets. Maar de allereerste keer dat ik hang op Loijs en Loef, het gebouw naast de Markthal. En toen ik dat zag, dacht ik wel, wow, dat is wel echt groot. En dan fiets ik er gewoon langs, omdat ik fiets er wel eens langs, omdat ik... naar huis dan fiets. En dan denk ik, daar hang ik. En dan zie je mensen er naar kijken. En dan denk je, ze hebben gelukkig niet door dat ik het ben. Maar het is enorm leuk en een eer. En ik had ook niet gewild dat iemand anders Rotterdam mocht vertegenwoordigen. Het WK vindt plaats van 20 tot en met 28 augustus. Hoe ziet jouw programma eruit de komende dagen? We zijn nu gewoon nog vol aan het trainen. En dat gaat eigenlijk door tot 20 augustus. En dan op 21 augustus heb ik mijn eerste voorwedstrijd. Die is dan op zondag. En dan als ik daar goed doe, dan heb ik op maandag rust. En anders heb ik een herkansing op maandag. En dan heb ik op dinsdag de halve finale. En dan woensdag, donderdag niks. En dan op vrijdag finale als het goed is. Als het goed is. Ja, ik denk het wel. Ik ga ervoor. En ik denk dat ik, als ik gewoon heel normaal blijf doen. En goede races vaar, dat het... dat het goed moet komen. Waar kijk je het allermeeste naar uit, tot slot? Misschien ook wel stiekem vakantie. En het seizoen duurt heel lang en ik moet maandag, 29 augustus, moet ik naar school. Dus vooral een beetje weer het ontspannen en niet alleen maar bezig zijn met elke dag met opstaan en denken, oké, deze trainingen ga ik doen.
Maar gewoon weer een beetje ontspannen. Maar ook het WK. Ik bedoel, niks is gaver dan dat. Dus het is een beetje van beide. Veel succes. Dank je.